als opeens weer even... Nee! Ik heb eindelijk de puzzel gehaald en echt 5 keer proberen met Daniel. Ondertussen kennen we de helft van de puzzels uit ons hoofd. En hopelijk gaan we die halen. Kom op. Gaat de tijd om? We hebben de tijd. Oh, we hebben nog 1 minuut 20, joh, Daniel. Ja, dat is een hele goede, heel makkelijke strategie en die snap ik nu. En nu is het aardig te doen eigenlijk. Wat je moet doen is je moet gewoon die elektrische puzzels... hakenkruizen maken, zoals Daniel zegt, en je moet gewoon zo doen. Ieder draadje moet verbonden zijn, dus alle hoeken kun je dan heel slim gebruiken, die twee hoekjes en zo. Nu, als je dan volgt, het komt uiteindelijk allemaal uit. En Daniel heeft me ook nog een beetje geholpen. Omdat ik zo schattig ben. Of niet soms, ja. Daniel. Dit is trouwens de 20ste aflevering. Olé, 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 olé. En het wordt ook geüpload in juli. Oh god, dan krijgen we meteen Obi zeker. Oh god. Nee, joh, kom jij naar mij. Nee, dit wil ik echt niet. Dit wordt echt kut. Path to the understanding. Nom nom. Oh nee, de mannen, hè, dat zou Obi wel zijn. Waarom hangt er een slang aan de muur? Omdat... Waar? Waar? Aan de rechterkant. Hangt zo'n slang. Ik zie niks, alleen een gasmasker. Precies, dat is hetzelfde. Een slang en een gasmasker. Ik zou mezelf met een gasmasker. Ik dacht het een slang. Ik ben gasmasker gameplay. Oh, ik moet een frozen hand in de furnace doen, dat vind ik wel gezellig. Dat lijkt me toch. Goh, daar zit de key in, ja tuurlijk. A surgeon's hand holds the key. Ik snap hem helemaal niet. Take key, crematorium key, ja, dat klinkt niet goed. Tuurlijk klinkt dat wel goed. Oh kijk, hier hebben we dat ene waar we het over hadden, Daniel, waarvan ik hoop dat het geen pipe dials waren, en wat duidelijk pipe dials zijn. Veel succes ermee. Dank je, Daniel. Dus dit zal nog... Hoe lang zal het ongeveer duren? Net zo'n 20 afleveringen. Nou, als het nog niet al te lang duurt, zeg maar, dan neem ik het wel in één keer op. En dan krijg je gewoon een aflevering van 40 minuten of zo. En anders dan beginnen we de volgende aflevering dat we dit gehaald hebben, weet je wel. Net zoals wat we nu hebben gedaan. Wat ja. Jij nu hebt. Maar als het niet lukt, na een paar keer, dan wil ik het nog eventjes onscreen doen. Weet je, of ik wel leuk. Tuurlijk, waarom niet? En na een paar keer, dan ken ik de puzzels uit mijn hoofd. En dan lukt het wel, toch, Daniel? Nee, maar dit niet. Oh. Weet je nog, met de muis, dat een beetje... Ja, maar ik heb nu de muis wel op super langzaam gezet. Zet je muis op super snel? Just, alleen voor dit. Alleen voor deze puzzel. Zeg goud als je van super... Oh kut, ik deed gewoon een filmpje verder, dat vond ik niet leuk. Nou, bedankt, dus jij gooit hem wel voor me open. Ik hoef geen vel op te zoeken, dat scheelt. Ik kan het filmpje niet overslaan, dat is onmogelijk. In dit spel. Oké, wacht, ik heb de eerste ding al gevonden, dat scheelt. De tweede van mij ook al, ja. Dat is niet goed. Volgens mij klopt het niet helemaal. Nee, klopt niet helemaal, nee. Gaan we de tweede verkeerd zeker? Nee, dat kan op zich wel goed zijn, maar dat andere klopt niet helemaal. Het begin al? Nee, ik bedoel dat derde. Ja, de tweede was wel goed, dus stiekem met... Volgens mij wel, ik weet niet, ik heb geen idee. Ja, maar... Er zit een delay, weet je. Oh ja, natuurlijk. Het is irritant om proberen te helpen als er... 5 seconden tussen zitten. Maar deze derde komt sowieso niet uit volgens mij. Oh, nu komt hij uit. Ja, Daniel, we hebben hem. Lekker! Eentje! Hoppakee, in één keer goed. Nee, dat was echt in 5 seconden of zo. Godverdomme! Ja, die begin vind ik altijd wat te doen. Die is lekker duidelijk gewoon. Want ja, je hebt het gewoon goed gedaan. Precies. Je kijkt gewoon naar één van die twee pipes en als die dan zit, kijk of die andere ook zit, zeg maar. Dat is mijn strategie. Daarom, dus dat is net zo makkelijk. Nou zitten ze wel, alleen dat wordt een beetje raar, hè? Klein beetje maar. Dus ik zou deze doen. Niet helemaal. Ik zou deze doen. Die zou ik ook pakken als ik heel niet doen. Volledig pakken. Ik zou die ook niet doen. Heb ik nou weer een rondje of niet? Ik zou hem al pakken hoor. Ja, deze zou ik doen. Sowieso. En dan heb je hem. Dat is goed. Dit wel. Gaat goed. Hij wil niet, dat wil niet, Daniel. Oh, dan moet je naar een piet fout gaan. Ik vond hem bijna goed. Hij zag er heel goed uit. Opeens, in mijn gedachten wel, ja. Zag er heel goed uit. Dat vond ik dus ook. Dat is ook niet goed. Nee, ik vond hem wel goed eigenlijk. Ja, ik snap niet wat de fout is. Misschien is de tweede ring of de eerste ring. Nu gaat de tweede ring beter. Nee. De eerste ring is waarschijnlijk dan fout of zo. Voor mij waren daar geen andere oplossingen mogelijk. Dan de tweede ring dan. Doe de tweede ring. Wat is met de eerste ring weer goed zetten, Daniel? Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Maar zoals ik zei, dat is een delay. En ik kan... ja. Gaat nog redelijk goed. Oké. Okay, hij gaat er maar een heel klein beetje omhoog. We hebben best wel veel tijd, hoor. Zeker. Kijk, in wegspringen. Hij is bang voor vuur. Oh, deze is nog niet goed. Deze is nog niet goed. Omdat God dat zo geweld had.
Dun, dun, dun. Ik ja, ik doe nu wel iets heel anders dan net, dus momenteel gaat het voor mijn idee wel goed. Ik ga een stuk beter dan maar deze moet dat helemaal horizontaal staan, dus die vorige puzzels. Het ging niet zo heel geweldig. Zo niet goed. Oh, hij is dood. Denk ik. Ah, nog even doorgaan. Gast, even doorzetten. Ik heb nog niet verloren, hoor. Oh, toch wel. Af en toe. Mietje. Mietje, homo. Dat is niks, jongen. Dat is niks. Als je thuis gaat, is het helemaal goed hier. Weet je, gewoon een beetje warm, een beetje in de hongersnood, in de hongerwinter. Dus alles hiervoor gepoept gewoon. Gewoon even over je heen plassen, kom op. Ja, weet je, een beetje pissen eroverheen, bevriest toch meteen meer, joh. Ja, zo koud is het daar. Oh ja, die Obi had in de krant gezet dat hij graag wou dat Jigsaw hem kwam testen. Ja? Ja. Hoe ben je daar bij? Niks, porno. Porno site. Pornhub.com. Daar stond dat op. RedTube. Nice. Nice. Zeker. Ik kijk al het Saw gameplays op RedTube, Daniel. Dat moet je eigenlijk gewoon een keer doen. Gewoon voor de fun. Ja. Ik denk dat je sowieso een miljoen views krijgt. Je kent Bardo wel, toch? Wat? Ja, Bardo. Ja, ik en Jordi die uploaden wel eens gewoon video's van Bardo op porno sites en dan kijken of ze geaccepteerd worden. Ze worden altijd geweigerd, jammer genoeg. Ik vraag me af waarom dat is. Ik heb geen idee waarom. Ja, misschien omdat het geen porno is. Misschien vonden ze hem te dik. Dat is echt gemeen. Gewoon, ja, je bent te dik, Bardo. Maar jij bent degene die dat zegt, hè? Wacht. Voor mij ben ik nu al meteen al. Godverdomme Rick. Zieke shit. Nee, naar rechts. Wat yes! Netjes. Woehoe! Netjes, joh. Netjes, Ricky, toch? Dat was een applausje waar. Echt waar. Echt. De hele chat hier. Applaus voor Rick. Dit is weer dezelfde als net, zie ik al. Rick, applaus. Woehoe, Ricky. En al die vrouwen die doen hun BH's uit en gooien ze naar het scherm toe, weet je wel. Geniaal. Sowieso. Ik zie nu al geen oplossing hiervoor, zeg maar. Dus dat gaat niet zo heel goed. Misschien moet je dan een andere eerste doen. Ja, nou, dat is ook al als idee, Daniel. Hey. Maar er komen geen andere uit, volgens mij. Oh god, hij gaat weer in de fikjes. Boeiend. Je hebt nog heel veel tijd. Pas wanneer die aan het einde van die rode plek is, dan is het helemaal goed. Oh ja, dat is mijn tijd, ja. Tuurlijk, ik heb er nooit naar gekeken, eigenlijk. Netjes. Dit is beter, als het goed is. Nee. Nee, of wel? Nee. Ik weet niet. Nee. Daniel weet het allemaal niet meer, jongens en meisjes. Dat is een delay. Het is iets aan delay. Is goed. Helemaal goed. Dacht ik dus ook, Daniel. Helemaal goed. Ja, deze keer heb ik hem wel, hoor. Helemaal perfect. En jij ja. Yes! Ik heb hem! Yes. Het commentaar is echt heel bagger, want het enige wat ik doe is heel erg gefocust zijn. Ja, maar deze is wel moeilijk, hoor. Dat is pittig. Commentaar is perfect, jongen. Helemaal perfect. Voor mijn gevoel gaat hij momenteel goed, zeg maar. De eerste is fout. Echt waar? Nee. Is goed. Oh, fuck jou, Daniel. Ik ben een beetje een troll. Ik ben heel gefocust. Eerste is fout. We kunnen niks aan doen. Ik maak chaos. Dat is te merken, weet je. Ik kan er niks aan doen, sorry. Je hebt mijn kinderen opgegeten, dat is niet waar. Ik wou dat ik dat had gedaan. Wie zegt dat? Stel je toch eens voor. Hoe een kleine baby smaakt. Een gesmoorde baby. Ik bedoel, van een etige lam en zo, hoe mensenvlees zou smaken. Van een kleine baby zou het toch best lekker smaken, of niet? Ja, ik denk Daniel, ik ben even gefocust, weet je. Nee. Wil jij praten over hoe baby's smaken, probeer je nog een beetje te focussen op de puzzel, zeg maar. Dat is geen probleem, joh. Vooruit de maan, ik er ben, hè. Wat ben je te gaan doen? Ik weet niet. Ik weet niet meer waar ik op moet letten momenteel. Ik word helemaal gek. Kom op, schiet op, joh. Je bent al over de helft van de tijd. God, wat pielijk is. Oh, dat is wel jammer. Dan moet je het weer overnieuw gaan beginnen, dadelijk. Waar loopt hij eigenlijk heen? Ik zie niet eens meer. Gebruik je vinger naar het scherm, wijs ernaar, dat helpt. Om een of andere rare manier. Even aan het focussen, Daniel. Daarom. Precies. Ik ben eventjes zo focussen. Ik ben even aan koekjes. Ja, die gaat niet worden, hoor. Ik ga hem wel worden. Volg het met je vinger, dan weet je wat je moet doen. Is hij dood? Nee. Goed zo. Ik volg met mijn vinger. Ik volg zo hard als ik kan, maar. Ja, maar kijk, je doet het goed. En wat alleen... ik doe, hij komt niet uit. Doe ik wel. Doe het niet. Doe ik wel. Kom er dan naar bij. Ik vertrouw niet goed genoeg in mezelf. Zo, ik moet de ring terug. Je hebt gelijk, hij komt inderdaad niet. Hoi. Troll. Oeps. Oh god, hij gaat bijna dood. De tepels. Ik dacht dat ik net het antwoord zag en toen ging Obi dood. Sorry Obi. Obi Kenobi. Is geen probleem, joh.
Even een slok water nemen, weet je, hier word ik zo depressief van. Hij had dan niet in moeten zitten, dat is zijn eigen schuld. Ik bedoel, hij wil graag getest worden, weet je. Ja, hij wil getest worden, niet wij, kom op. Wij vroegen niet, wij zetten geen dingen in de krant van, hé, hey, Jiggy Biggy. Jiggy, uit! Nee, zoiets bij me. Vind ik raar, dan zit hij in de kooi met vuur en dan vindt hij het niet meer leuk. Ja, yes. Volgens mij vindt hij het wel leuk, hij doet gewoon alsof. Oh nee, ik vind het helemaal niet leuk. Oh mama, help, ik moet poepen. Ah, Obi, doe eens maar, man. Stel je toch eens voor als je dat zou zeggen. Zo... Wij zouden leuk, samen een soorspel moeten maken. Wij moeten samen een soorspel maken. Zijn we dat eerder, een aflevering geleden ook niet al? Ja, dat maakt niet uit. Kunnen we nog een keer zeggen. We kunnen in herhaling vallen. Dat doe ik ook altijd. Dus, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Zolang het maar grappig blijft, weet je. Zolang het voor ons leuk blijft, dan zo... Doe ik het momenteel goed, is een beetje de vraag. Ja. Ja. Ja hoor. Ja hoor. Nee, Obi, nou niet in de fik gaan. Ik ga daar net even het laatste ding draaien. Nee, dat is helemaal niet. Hij kijk maar. Hoppakee, die eerste die kunnen we wel hoor. Dat is geen probleem. Ja, en weet je nog drie keer scheepsrecht, Daniel? Drie nou, keer scheepsrecht. Is het de derde keer of de vijfde keer? Is het de derde poging. Weet je het zeker? Ja. Oh. Ik weet nog niet of dit wel goed was. Het is dezelfde puzzel en toch weet ik niet meer wat ik moet doen. Volgens mij ziet er goed uit. Ja, die tweede ring is nog niet goed hoor, maar... De eerste ring in ieder geval wel. Ja, precies. Was die eerste ring net ook al zo, bedoel ik? Voor mij is die nou goed. Nee, is het nou... Ja, gaat nu goed, dat gaat nu goed. Ik moet alleen die grote nog even draaien. Of het is weer die ene situatie ja, die niet klikt, net zoals de eerste keer. Nou, volgens mij... Kijk maar. Ja. In de stream, die niet achterloopt en zo. Volgens mij, ja, ik heb geen idee. Misschien moet je de eerste ring dan een beetje doordraaien. Blijf proberen. Precies, we geven niet op hoor. Nee, helemaal wij niet. Wij laten ons niet afleiden door Pixel. 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 Hij is de peniszaag. Wie is de peniszaag? Jigsaw is de peniszaag. Maar ik dacht misschien de eerste rij dat je... Ja, de eerste rij is toch denk ik niet goed hoor? Ja, dat bedoelde ik. Net. Een half uurtje geleden. Ja, ik dacht even dat je er niet... Ja, dit zal wel de goede zijn dan hè. Het zal dan zeker de goede zijn. Hartstikke plots. Jij hebt nog de tijd er. Ik ben pas op 1 derde, 2 derde, 2 derde, 2 derde. 2 1 derde. Tijd. Is die nou goed? Ja. Netjes. Even die kleine pakken zeker. Yes! Daniel! Woehoe! Yes. Ah, hij vliegt ondertussen wel een beetje in het vuurtje. Sorry man. Nee, hij is weer helemaal in het groen, dus je hebt weer de hele... Maar we moeten even opletten hoe ik al die eerste ringen goed doe, want dan kunnen we die andere twee niet dat het vooruit, maar dat we die andere twee in één keer doen, maar... Precies. Oh, de eerste loopt wel af als goed, dat scheelt. Misschien wel, waarschijnlijk wel. Het probleem is hier dat je gewoon heel veel mogelijkheden hebt en je moet heel gauw zien, nou dat klopt niet. Wij blijven gewoon urenlang doordraaien. En daar gaat het om. The girls are on fire, yay! We don't need no water, let the motherfuckers burn. Burn, motherfucker, burn. Dit komt niet uit, Daniel. Dat moet je nog wel doen. Net zei je nog, je moet niet dit door blijven draaien. Je moet gewoon wop 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 wop. Ja, maar de eerste ring is blijkbaar dus niet goed. Misschien wel, misschien niet. Waarschijnlijk niet. Het is echt zo'n Daniel uitspraak. Misschien wel, misschien niet, waarschijnlijk niet. Ja, ik bedoel maar. Dat heb je al vaker gezegd deze serie, Daniel. Vast en zeker. Is zoals ik zeg, ik val vaker in herhaling. En nu val ik weer in herhaling, omdat ik net zei. En nu val ik weer in herhaling. Godverdomme. Ik kan het zo kan het gaat eeuwig door zo, hoor. Precies, hey. Gaat dit ooit nog goed komen? Waarschijnlijk niet. Nee. Dit is ook niet goed, dus. Waarschijnlijk niet in deze video, nee. Waarschijnlijk minder. Waarschijnlijk niet. Maar we hebben tenminste, je bent wel verder dan een uur geleden. Dat is al iets. Ben ik zeker, Daniel. Oh nee, nee, kut. Ik wil terug. Je hebt nog één derde tijd. Eén derde van de tijd over. Je kan het. Ik geloof in je. Geloof in je sled. Precies. Ik geloof in jouw sled, Rick. Wacht. Nee, dat is niet goed. Was wel yes! Ik heb hem! Netjes! Woehoe! Ik dacht, dat is niet goed. Oh, toch wel. Lol! Netjes, jongen. Dat you is ruined echt... my game! Netjes. We hebben nog 11 seconden. We hebben het wel heel goed gedaan op timing van de video, zeg. Godverdomme, hij is helemaal aan het roken hier. Weet hij niet dat roken slecht is voor je? Ja, maar dan kun je dood aan gaan zelfs. Precies. Dood. Stel je eens voor dat hij gewoon nu dood zou gaan aan longkanker toch wel. Maar misschien is het ook wel, dat weet je niet. Oh, nu beginnen de leuke puzzeltjes. Echt waar? Ja. Dat zeg je, het zei vanaf het begin al dat alles leuk bent. Ja, om te kijken vind ik het leuk. Om zelf te doen vond ik niet altijd even leuk. Raw crazy.
We're in the asylum. Naar de exit, jongens. Met een lekker kontje van tap. Misschien heeft hij ook herpes. Misschien wel. If your color starts blinking, another color is nearby. Zou het nog niet geweten hebben. We zijn pas bijna aan het einde van het spel. We gaan nog heel even een klein beetje doorspelen, want ja, oh, onze zesde victim alweer. We zijn bijna klaar, Dani. Hoeveel waren er nog? 9? 7. 7. We hebben er 5 van de 7 gehaald nu. In 20 afleveringen, dus ik gok 30 parts of zo in totaal. Zoiets. Misschien meer, aangezien we nu al best wel lang bezig zijn met heel klein beetje. Waarschijnlijk wel iets meer. Ik gok 35, iets in hier had iemand Aoi. Echt, nee, oh, ligt een bijl, vet, die wil ik. Gewoon wat een bijl is, die kunnen we bomen ommaken. Wat bedoel je, Aoi? Dat is gewoon een vrouw die daar heeft gestaan, hoor. Oh! Oh! Oh, wacht. Oh! Oh, oh. En dan gaat hij gewoon niet dood of zo, weet je. Hij geeft geen neuk. Hem echt geen fire. Oh, hij loopt maar weg. Ja, fuck jou, Rick, het is uit. Nou, fuck jou dan, Obi. Ik wil geen verkering meer met je. Dicht maar die deur. Dicht. Anale seks. Met Obi, Obi. Fuck jou, Obi. Oh, hij bukte. Hij bukte. Wow. Netjes. Mijn vader stond er gewoon door hem heen, weet je. Net anale seks dit. Penetratie van hier op de top. Penetratie. Nou, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet de video te liken als jij ook je vuist in Obi's anus hebt geduwd om te kijken hoe ver die kwam. Of heel veel bloed op de grond hebt laten vallen. En ga naar Daniel's kanaal, want hij heeft maakt echt kut video's die je echt allemaal wilt disliken. Niet echt doen, want sowieso. Dan word je weer verdrietig. Woo! Woehoe! Nou, bedankt voor het kijken van deze video. Vergeet niet te fappen rond 12 uur, want dan is het 2014. Tot de volgende aflevering. Doei!